Ja, goeiedag. Wij staan hier op de Veldhoven 9 in IJsselmuiden. En wij staan hier bij de firma Kloppenburg. En Kloppenburg, dat is een interieurzaak. Ik heb hier naast mij staan Simone. Simone is de drijvende kracht in deze winkel. Simone, wat verkopen jullie hier? Wij zijn natuurlijk een interieurzaak. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van vloeren. Dat kan betekenen PVC-vloeren, laminaat, onder andere vloerbedekking. Wij kunnen daarnaast uw huis ook stofferen in de zin van raamdecoratie. Dat kan betekenen gordijnen of heeft het over duvettes, jaloezieën. Alles wat eigenlijk in uw nieuwe huis of bij een verbouwing past. Of als u zegt, ik wil iets nieuws in mijn huis aan het interieur. Dat kunnen wij u de service voor bieden. En jullie doen het ook in woningen, maar zowel ook in bedrijven? Ja, wij doen projectstoffering en wij doen het ook voor de particulier. Ja, dat klopt. En dat loopt lekker? Dat gaat nu lekker lopen. We zijn net weer gestart. We zijn open gegaan. De winkel is opnieuw verbouwd. We zijn een nieuw team, een nieuw fris team. Ik zal u zo mijn collega voorstellen, Jaren, die hier ook in de winkel staat. Wij staan samen in de winkel. We hebben een mooi groep staffeerders, mooi kan laten stafferen. Kijk, en dat is natuurlijk fantastisch. En ik hoop dat jullie de zaak natuurlijk goed in de hand hebben hier. En daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar hoe staat het erbij? Hebben jullie ook wel eens aanbiedingen hier in deze producten? Ja hoor, we hebben vaak aanbiedingen. Wij gaan er ook mee adverteren. Dus hou goed de social media en de reclames in de gaten. We gaan natuurlijk best wel eens een keer lekker stunten. We zijn bijvoorbeeld open gegaan de eerste weekend van mei met een openingsactie van 20%. En we gaan de komende maand weer met nieuwe acties komen. Dus hou het goed in de gaten, zou ik zeggen. Ja, jullie zijn pas geopend. Dus het leggen van bijvoorbeeld vloerbedekking of laminaat of PVC. Ja. Regelt u dat zelf allemaal of is er weer iemand anders voor die dat met allemaal... Wij vallen onder de Habovo-groep. De Habovo-groep heeft het overgenomen van Simon Kloppenburg, die destijds eigenaar was. Hij is nog steeds onze stoffeerder ook. Wij hebben een groep stoffeerders. Hoe lang duurt het voordat men dus, als men hier komt en men bestelt dus laminaat of vloerbedekking? We zullen natuurlijk ook in de planning moeten kijken of iets kan. Maar een raamdecoratie, dat zal iets meer tijd nodig hebben. Maar u komt eerst binnen en dan gaan we eens kijken wat mooi bij u past. En wat uw wensen zijn op het gebied van uw woning. En u mag stalen meenemen voor thuis. Want het is natuurlijk moeilijk kiezen of iets past bij uw keuken. Of bij uw raamdecoratie. Of misschien u wilt het allemaal passend hebben. Neem het gerust mee. Neem er de tijd voor. Wij nemen tijd voor u. We kunnen ook rustig op afspraak werken. Zodat we met een goed advies kunnen komen. En dan gaan we voor u eens kijken wat we kunnen doen. En dan wordt ook thuis de maten genomen? Dan gaan wij een offerte voor u maken. Dat worden jullie allemaal gedaan. En dan gaan wij het inmeten, zodat we de exacte producten en de exacte maten hebben om het product goed te laten hangen of te leggen. Ja, dat klopt. Ik had het net over Habovo. Habovo heb ik, meende ik te zeggen, dat het een bouwonderneming is. Ja. Het is natuurlijk wel een mooie combinatie, bouwonderneming en inrichting van woningen, bedrijven en noem maar op. En dat is ook het mooie van nu, van dit. De Habovo groep heeft meerdere holdings inderdaad in de afbouw, Dorgelo. En Dorgelo kan u verzorgen van mooie tegels of badkamers. En zo proberen we toch uw woning compleet te maken helemaal. Op het moment zijn we natuurlijk nu eventjes hier gestart om even weer de particulier te bedienen. Maar het is wel de bedoeling dat we straks inderdaad het groter aan gaan pakken. Kloppenburg interieur overgenomen door de Habovo groep. En wij zijn in mei gestart met de opening van deze nieuwe winkel. En deze nieuwe winkel heeft natuurlijk een hele nieuwe boost gekregen. We zijn flink aan het verbouwen gegaan. Het is overzichtelijk. U ziet precies wat voor producten waar staan. En we kunnen een goede, mooie collectie aanbieden. Kloppenburg hier zat. Klopt, dat was inderdaad project woningstoffering. Was dat weer een andere groep? Ja, nee, dat was van Simon Kloppenburg, de eigenaar. Het is nog steeds van ons een stoffeerder. Alleen de Habovo groep is nu de nieuwe eigenaar. Die heeft dat overgenomen? Ja, die heeft het overgenomen van hem. We zijn toch een klein beetje andere weg in geslagen met een nieuw uiterlijk en een nieuw logo dus. Maar we hebben de naam gehouden. En jij zelf, je hebt altijd al min of meer gewerkt in zo'n soort zaken? Ik heb in dit soort zaken nog nooit gewerkt. Ik heb ervaring in... Nog nooit gewerkt? Nee, ik heb ervaring in het onderwijs. Dus ik heb heel veel ervaring met mensen en ik ben creatief. Dus het was een nieuwe uitdaging. En, dus je hebt zomaar één keer...
Het onderwijs, goeiedag gezegd. Ik heb het onderwijs goeiedag gezegd. Ja. Hallo zeg. Ja. En hoe bevalt het? Het bevalt heel erg prima. Ik vind het een enorme uitdaging. En wat er nu staat, we zijn er super trots op. En we hebben er zin in. En dat zult u ook aan Jari zien. We gaan knallen, zeg maar. Het is, we weten dat we een super mooie collectie hebben. En dat we iedereen kunnen bedienen. Nou ga ik even persoonlijke dingen vragen. Jouw taak is hier dus noteren van orders. Onder andere voor goed uitleggen van kwaliteit, ja. Van producten. Ja. En uw collega Jari. Jari. Wat doet, of Jari, wat doet Jari hier? Werkt hier ook in de winkel. Die kan u, die heeft een interieursachtergrond, dus die kan u ook goed voorzien van styling. En kan u ook helpen daarbij om uw huis mooi in te richten. En ook een die doet de verkoop in de winkel. Dus al met al zijn jullie elke dag hier met z'n tweeën? Nee, Jari is in het weekend hier. Donderdag, vrijdag, zaterdag. En ik werk van maandag tot en met donderdag. En de zaak maandag is zijn we gesloten. Wij zijn maandag open gesloten? Ja, wij zijn open van dinsdag tot en met zaterdag. Van 's morgens tot? Van 's morgens tot half 9 uur middag. Tot en met? Half 6 middags. Half 6. Behalve op de vrijdag, of op de zaterdag, dan zijn wij tot 4 uur. Oké. Okay. Simone, ik vind het leuk met je gepraat te hebben. Ik vind het fantastisch dat je in zo'n hele mooie zaak werkt. Maar dat ziet er heel netjes uit. Je bent ook van harte welkom bij Kloppenburg Interieur voor een lekker bakje koffie en voor inspiratie bij ons in de winkel. Ik wens je heel veel succes toe. Dank u wel. Dank u wel. Veel plezier. Hartelijk dank.